In het noorden van het land krijgen we de zon vandaag niet of nauwelijks te zien. Maar verder zuidwaarts, daar klaart het toch wel af en toe op. Of het inderdaad echt zo breed op gaat klaren, ja, dat is nog maar even de vraag. Maar de zuidelijke provincies hebben vandaag de beste papieren. Daar dus vandaag de zon die af en toe doorbreekt in het noorden. Ja, daar is die bewolking toch wel erg hardnekkig. In het uiterste noorden, in het Waddengebied en op de Waddeneilanden zelf, ja, daar zou zelfs een klein beetje regen of motregen in de loop van de middag met name kunnen vallen. Verder zuidwaarts meer ruimte voor opklaringen. Daar een graad of 15, dat voelt dan natuurlijk een stuk aangenamer aan. Alhoewel ook in het noorden vrijwel dezelfde temperaturen gehaald worden, want de aangevoerde lucht met de zuidwestenwind, ja, die is gewoon behoorlijk mild voor 1 november. Die zuidwestenwind die is overigens aan zee af en toe vrij krachtig. In het Waddengebied later misschien zelfs wel af en toe krachtig windkracht 6. De komende dagen verandert er in de temperatuur voorlopig weinig. Ook hebben we veel bewolking op donderdag en vrijdag. Zaterdag ook, maar dan valt er ook af en toe wat regen uit. Zondag een aantal buien gevolgd door opklaringen. En die opklaringen hebben we ook maandag. Dus ook dan zien we zo nu en dan de zon doorbreken.